Breda Nu. Zeg ze nou allemaal? Ja, je moet de tegenwoordig... We moeten de barentolk leren kennen, want Helma zit... Ja, maar zo zit ze thuis ook. Ja? Nou deze dit, hè. Weet je wat doet ze nou als je haar koffie moet halen en ze zegt niks? Dit? Oeh. Ja, echt. Serieus? Niks geen vijf... Ja, 2 meter afstand houden. Dat kan toch niet? Hoe kan je nou thuis 2 meter afstand houden? Als je ernaast ligt. Ja, nee, maar... Dan heb ik gelijk een vraag. Is je huis nou zo groot of zo klein? Denk je dat elke keer naast ligt in plaats van... Nou, liggen dat je ernaast nou, ligt. Weet je wat leuk is? Wij hebben binnenkort een inlooddouche, hè? Maar hoe kom ik er nou uit? En door. Ja, dit is hier gespeeld, het lachen. Nu even... Soms zeg je één ding. Soms zeg je in één woord meer als hele boeken die worden geschreven. Maar de mandje is wel lekker trouwens. Ik ben bezig om een boek te schrijven. Wel? Ja. Ik heb kabaren wat meegemaakt bij de Marseille als columnist. Ja, ik schrijf nu elke maand. En dat wordt gebundeld. Gebundeld. Ik heb ook een uitgeverij heb ik gevonden. Nee, het is serieus. Ja, jij denkt dat ik nou een grapje zit te maken. Ja, dat denk ik echt. Nee, ik heb 32 jaar officier bij de Marché. En ik heb vanaf 76 toen allemaal gebundeld columns toen al geschreven. En dan word ik gebundeld. Prachtige verhalen. Van Oude Maasweg, part voor 3. Maar dat ook nog gerelateerd met muziek erbij. Daar ben je een beetje stroom. Ik ga het ook uitgeven. Ja. Moet ik het wat leggen thuis? Dames en heren. De bundel van Johan Spinhoven is binnen te kort te koop bij de Vibra. Daar gaan al die boeken heen die dus niet te kopen, die gaan dan de schuis dan naar de Vibra of zo. Oh. Ja, is dat wel? Ja. Hoe mag ik die Vibra zeggen? Als ik Vibra zeg, moet ik ook zeggen kruidvat en dan moet ik ook zeggen. Al die trekpleister, dat kan ik niet meer. Trekpleister? Ja, dan mag je helemaal een mooie. Mag ook wel moet zeggen. Ik was vorige keer bij een. Ook bij zo'n, ik zal die naam ook niet noemen, dan krijg je medicijnen besteld, weet je wel. Van, wilt u nog uitleg over uw medicijnen? Oh ja. Dus ik vroeg om trekpleisters. Heeft ze uitgelegd? Ja, dat heeft ze uitgelegd. We zijn. Nou, u bent de mol, paracetamol bent waarschijnlijk dan. Nee, maar dat is toch heel raar. Dat als je medicijnen doet, als je toiletpapier haalt, wordt niet over gepraat. Maar bijvoorbeeld hoestdrank, wilt u nog uitleg? Ik ging geen condooms halen van een kennis van me. Een vage kennis. En dat krijg je toch ook geen uitleg. Die dingen die jij zo zit te vertellen van Trio de Janeiro. Volgens mij lig jij s'nachts niet meer in bed. Hè? Je zit gewoon om te denken, wat kan ik aan zeggen? Ja. Trio de Janeiro. Hoe kom je daarbij? Ja, maar vind je het leuk dan? Ja, ik vind het op zich wel geestig. Ja. Maar ik zit er wel eens ooit te twijfelen aan jouw mentale gesteldheid. Om hoe dat bij jou werkt. Eigenlijk. Die is heel goed trouwens. Over de gesteldheid heb, hè? Ja. Dat, ik ga het weer proberen. Hè. We zijn al maanden bezig. Probeer ik om in het donorregister te komen. Hè. Oh. Maar ook probeer ik het op beeld te krijgen. En dat lukt me niet. Ja. Maar nou heb ik van de week weer gebeld naar het ministerie van Sociale Zaken. En we zeiden... Ik had ingevuld dat ik 2 linkerhanden heb. En dan kreeg ik een mailtje terug. Wij hebben de oplossing. Meld u zich aan, help mijn man eens klussen. Yep, we gaan door. En weer door. Jezus Christus, help mijn man eens klussen. Weet je waar ik jou... Je hebt iets meer haar, hè? Maar weet je waar ik jou een beetje meer vergelijk eigenlijk? Nou, iets meer haar niet, hoor. Nou ja, met diegene die ik bedoel wel. De aal, ken jij de aal? Nee, ik ken wel de vrouw van de pindas. Oh! Lekker nootje erbij, een zoutje. Hé, maar hier wordt het ook... Hier wordt...
Heeft dat met die Chinese ziekte te maken dat je zo steriel bezig bent? Nee, dat is niet de... Oh, dat hoort zo. De coronavirus, nee hoor. Nee, maar je doet echt zo... De coronavirus? Nee, de coronavirus. Nee, maar je doet het zo denk ik met zo'n zo bakkie. Het. Maar het is een onsje meer, mag dat? Weet je wat ik trouwens dacht met de coronavirus? Ik dacht, iedereen zit gewoon flink aan bier. Weet je, dacht ik eerst. Ja, ja, ik dacht dat de ja. Dus. Nee, het was niet nee, nee. Die wil ik ook wel, die virus. Maar en, nee, maar daar kijken ze niet zo nauw. Nou, dankjewel. Even kijken, dat is een ster. Dat ben ik wel... Hou ik ook wel van. Jij ook? Hey, maar ja. Ik had het net over... Wat ik jou een beetje weg... Wat ik jou ook zo zien doen, eigenlijk. Nee, je had het over mijn haar. Ja, nou ja. Nou, ik had vroeger meer, hoor. Ken jij de aal nog? Mijn carnaval is... Hoe lang is dat geleden? 30 jaar geleden? De aal, ken je die? Ja, dat was een tandarts. En ja, die kan die kon niet zingen, dus, maar die maakte toch een plaatje. Dat deed hij en dat ging van... De bark die heen, de krullen is die weet je dat nog? Ja. En dat was echt, mijn jeugdcarnaval. Dat was kei leuk. Daar komt hij aan. De aal. Met de bark heen, de krullen is die. En de krullen is die. En de krullen is die. Ha jee, ha jo. En de krullen is die. Ze roeren me daar. Het kindje ha jee. Heb je trouwens heb je haast? Hoezo? Nou ja, we hebben alle onderwerpen al besproken. Helemaal zit die zit de achterkant van het A4'tje al te bekijken. Er staat niks op. Ja, en ik heb geen haast om. Nee, jij ook niet. Maar... Ik zit hier goed. Maar jij bent een carnavalsman. Dat geeft toch verder niet? Dat mag toch hier eens in ik nemen? Ik heb heel veel carnaval gezien. Dit jaar zal het wel minder zijn. Waarom ben jij nooit geen prins carnaval geweest dan? Nou, ik ben wel prins carnaval geweest. Ja. Ik geloof het nooit, dat was nog in Helmond. Op de Braak? Bij de Braak in de buurt, bij de bus. Daar had je vroeger een carnavalvereniging, de Zakkenwassers. En ik was de eerste prins van de Zakkenwassers. Bedenkelijk, maar... Nee, maar ik was mijn jeugdprins, ja. Ja, leuk. Ja. Was heel erg leuk. En jij, Johan? Nee, ik heb het niet, maar gun ik niet over zeggen. Nee, kijk, wat ik een beetje frappant vind, als er wel eens ergens een feest is, zeg maar. Ja. Of iemand doet wat, dan blijft men zitten. Dan is het, en dan met bijvoorbeeld carnaval is het opeens allemaal leven de lol en dan kun je alles aandoen. Het maakt geen ene flikker uit wat je doet. Nee, maar goed. En dat vind ik op zich wel een leuk iets, want ik vind, dat is de enige keer dat in zo'n jaar dat iedereen echt rijk is. En dat vind ik mooi, want... Iedereen is vermomd, want dat is een beetje de gedachte er ook achter. Hè? Iedereen is vermomd, niemand is anders, allemaal hetzelfde, allemaal een probier. Het enige wat ik ontzettend vervelend vind, is al dat gespuug op straat. En die enorme berg met bekertjes, dat vind ik dan toch wel heel erg jammer. Ik vind dat we daar als Breda aan haast van niet zo moeten verzinnen. Dus meneer De Pla, heeft u een idee misschien? Ik wil wel helpen. Nee, maar nou, je hebt over de kroeg in, de kroeg uit, hè? Ja. Maar... Nou wil ik niet lullig doen, maar Breda heeft niet de meeste kroegen van Nederland. Moet dat dan? Wie heeft de meeste kroegen van Nederland dan? Maastricht. Ja, ik heb... Oh, dus een schoor als Limburg. Dat zijn we, ja. Nee, maar even dat... het heeft niks met de kroeg te maken eigenlijk. Je hoeft er niet speciaal voor... Nee, het gaat om de verbindenis met elkaar. Ja? Of dat je nou directeur bent van een enorm groot bedrijf, of dat je stratenmaker bent. Je bent op dat moment gewoon gelijk. En dat vind ik gewoon mooi in carnaval. Klaar. Simpel zo. Okay, dat is duidelijk. Nou, volg jij nog de aanloop naar de Ronde van Spanje, de Vuelta? Ja. Met name ook in het Bredase. Ja, maar hoe zit het dan met die borden? Ja, ik snap. Daar hebben ze borden laten maken. Dat zijn dan doorgangsborden. Ik heb trouwens een ander idee. Als je dan dat toch iets leuks wil doen, ja? Doe dan bijvoorbeeld Breda op zijn Spaans. Een Spaanse naam. Voor mij part de Spinolenstad, dat de mensen dat kunnen zien. Sint-Willibrord. Ja, dat kan een doorgangsbord. Nou, die man die thuis zit in Malaga, die zit echt... die zegt tegen zijn vrouw... Die snapt het allemaal niet meer. Nee, maar hoe zou jij dan Breda omschrijven in Spaans? Kom, niet Spinola vindt u makkelijk. Is het man? Hoe? Nou ja, gewoon Breda etappenpas, dat kan toch? Ja, maar dat is toch niet Spaans, moet een beetje Spaans zijn. Zo'n olala, zo'n leuk buikje. Ik vind jou een figuur, zo'n lekker leer, een geleerd rokje, zo'n leer dingetje op en een grote pampa Elja man.
Deze. Ja. Ja. Cerveza. Si. Ja. Si, claro. Sera claro. Ja, dat hebben we de vorige keer al over gehad. Maar Breda Visimo. Ja. Ben je dat ook? Nee, ja, maar dat... Dat ben jij. Nee, maar ik denk dat dan leuker is als dat je een bord gaat maken en dat breiwerkje. Schijn er mee uit, joh. Ik vind wel het allemaal wat minder serieus mag, joh. Er mag meer lol in zitten, er mag meer speelsheid in zitten. Dat strakke en dat geregisseerde en het moet zo en het is veiligheid ja. Hier. Met dat beslaan ik, nee. Door met veiligheid op de markt. Maar... Oh, maar dat ben ik met je eens. Maar... Hey, lach aan. Dat is regisseurs. Lach aan. Wij hebben toch, ik heb nog een mailtje binnengekregen om 's avonds bij de NPO willen presenteren nog een keer. Dat ga ik toch wel doen met jou, denk ik. Oh, dat lijkt me wel gezellig. Ja, want je zit ook slap te houden horen. Ook maar weet je ja, nou, je moet eens opletten. Ik heb dus een kaart gebracht. Niemand drinkt eigenlijk, hè. Dus een wijntje, ja. Trouwens, dit is een Westerbier, hè. Frits Westerbier is dit. Ah, okay. Ik heb het nu zo gedaan dat Frits niet meer drinkt, dat doe ik. Dan doe ik het wel. Okay. Maar die dronk er maar 2 per dag, man. Ja, 2 liter. Nee, toch? Ja, jenever. Ja? Ja, joh. Die was ook eens stoned tussen zijn granaal, of niet? Ja, hij is gestoond. Als in granaal. Ja, dat is ook wel leuk, hè? Ja. Wat verschilt dus eigenlijk het Brabantse carnaval en het Limburgse carnaval? Er schijnt een verschil in te zitten. Ja. Met de dansmariekes. Ja. Klopt, hè? Ben je ooit in de Limburg geweest van carnaval? Nou, ik weet het van oude collega's, maar ik ga het nu niet cynisch doen. Dit is gewoon een serieus nou even een onderwerp. Ik moet ook kunnen. Nee, dat wil ik even vertellen, want daar weet ik namelijk wel. Ik heb namelijk erg veel opgetreden in Brabant en in Limburg. En er is voor mij een essentieel verschil. Bijvoorbeeld als je naar de Limburgers gaat en dan meer richting de Duitse grens, merk je ook meer de heilo, dat meer is. En inderdaad, met dansbriedjes is dat heel erg pompeus, maar ook wel heel geweldig, want ze gooien daar niet mee, die gooien gewoon meters de lucht in. En het is echt gewoon een spektakel. Maar het is net allemaal wat groters. En de klank is ook wel meer zo zachtjes aan. Maar nou heb je toch in het oosten van het land, heb je natuurlijk ook aardig wat carnaval. En in die zero kunnen ook wel van. Ja, maar dat gaat dan toch echt minder. Ja, vind je dat wel? Ja, dat gaat echt minder. Ze weten, net zoals de Rotterdammers, sorry Rotterdammers, ik werk met Rotterdammers. Maar die komen dan naar Breda. Maar... Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Hè. Stel dat die Rotterdammers, Amsterdammers, die komen gewoon dit jaar niet. Die komen niet. Dan kun je de kroeg al dicht doen. Want ik denk dat toch 60%, 70% van de goede gemeente daar vandaan komt. Maar dat hoor ik niet. Nee? Maar in Breda is het echt vol. Hartstikke gewoon Breda naast. Ben ik gewoon van overtuigd. Alleen, ik geloof de kamer was dinsdags. Dan komt de hele Rotterdam stront al leeg. Ja. Hoe heet dat? Geen Gardingappen? Ja, tuurlijk. Ja? Nee. Nou, dat kan ik halen. Nou, mooi, dan gaan we lekker een haakje achter. Ja, ik heb dus in een soort cabaretgroep gezeten. Dat was in Helmond. En dan ga je dus echt door heel Brabant, Noord en Breda geweest. Heel raar. Tilburg, Goorlen, allemaal wel. En zelfs in Achterhoek en in Drenthe hebben we gezeten. Met een koyen oyum. En koyen oyum betekent dus eigenlijk slechte adem. Dat is dus echt dialect. Wij brachten dus dialectcabaret. En dat was heel erg leuk, maar we hadden dan liedjes bijvoorbeeld van bekende nummers. Elvis Presley en noem maar op. En dan heb je bijvoorbeeld Only You van de Platters. Dan had ik een heel leuke en dan ging zo van, de tekst werd dan omgebogen. En dan ging dan, alleen gij maakt wel los bij mij. Alleen gij maakt van november mei. Alleen gij maakt me zo blij. De hek niet weet wat ik doe. En ik wil niet anders dan jou aan mijn zij. Mooi, hè? Ja. Ja. Je raakt me wel. Ja. Soft. Maar dat was wel heel komisch in elkaar gesproken. En dat was wel heel erg leuk om te doen, trouwens, hoor. Ja. 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 Dat was dan mijn carnaval al die jaren lang. Maar mijn carnaval begon al ver van tevoren en dan nog heel lang na. Heb jij er nou een beetje, pas jij er nou een beetje aan de taal aan? Van Helmond naar Breda. Het is nou Breda of Breda's? Ja, nou, wat is nou? Breda's? Breda's, geloof ik. Breda's? Nee, dat klopt, nee. Ik kwam dus op een gegeven moment, want ik kwam voor de liefde kwam naar Breda toe. Dus ik kwam in Breda wonen. En ik kreeg dus werk bij de Grada. Grada McBride.
dus allemaal geplat gegooid, dus naar één grote woestenij daar. En ik werd daar kwaliteitscontroleur. En ik was heel erg aan mentaal aan het werk, maar ik heb toch een tongval en die gaat niet zo makkelijk weg. En op een gegeven moment stond ik aan de lijn en riep er een andere vrouwke aan zijn lijn van... Eiko! Eiko! Ik denk, wat zegt zij nou? Eiko? Ze zegt, ik vind jou een goeie vrouwke. Ik zeg, maar waarom noem ik haar maar Eiko? Nee, zegt ze. Eiko! Eiko! Dat betekent van, ik denk, ja, gewoon roep. Als kulke. En ik had er nog nooit van gehoord, maar dat was mijn eerste kennismaking eigenlijk met Breda. Dus ja, dan zit er wel een beetje door elkaar in te frutten, zou ik zeggen. Ja, nou, ik heb bijna Breda. Ja, ik heb Helma dan ontmoet. Heb je Helma dan ontmoet? In de stroomverdrijving. Ja, bij NAC. Ik was de naam even kwijt. Voetballen? Ja. Ik zit natuurlijk op de voetballerij natuurlijk ook, hè. Ja. En afloop doe je natuurlijk altijd andere dingen. Leuk. En hoe ging dat? Met het voetbal? Of nee, man. Het was nog 0-0. Nee, het was 1-0. Voor wie was het eigenlijk 1-0? Was jij of Helma? Nee, Helma is de kwijgen is in dit geval. Ik ben altijd afstandelijk altijd geweest. Oh, niet gelijk van erop. Ik bedoel, wat zeg ik nou? Ja, niet. Ik bedoel, afstand houden altijd. Daar ben ik altijd wel van geweest. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook een zon achter die brede horizon. Laat het gaan, ja, laat het gaan. Oh! Ik zeg niet dat je lachen moet, maar je moest eens weten wat het met je doet. Loop met opgeheven hoofd als je plan weer is getoond. Want echt, het komt halen. Breda nu.